Goedenavond, het is woensdagavond 25 september. De dag van de return in de eerste ronde van de Champions League tussen de vrouwen van FC Twente en de vrouwen van St. Pölten. Twee weken geleden was al het heenduel, dat was in Oostenrijk en dat verliep vlekkeloos voor de ploeg van trainer Tommy Stroot. FC Twente won met maar liefst 4-2 en dat ging toen zo. Nu de eerste kans voor Twente wellicht, als de keeper helemaal mis zit. En dan is er Venna Kalma met een intikkertje. Weerden, handig langs haar tegenstander. Ashley Weerden doet het zelf of wacht ze op bijsluiting? Ze doet het zelf! En hoe? Wat een geweldige goal van Ashley Weerden. Voorbereidend werk is van Kalma. Dit doet ze heel handig. Glipt langs die tegenstander en hoe ze het dan afmaakt. Schot met links. Onhoudbaar voor Kirsten Krammer. Venna Kalma pakt al een cadeautje uit. Mag nu vanaf 11 meter haar tweede scoren. En dat doet ze. 29e minuut van de wedstrijd. En Twente al op een 3-0 voorsprong in Oostenrijk. Zo koestert Twente die 3-0 voorsprong in een Europese raadwedstrijd. Heerlijk schot onderkant lat. En is die bal over de lijn geweest? Nou, nu wel. Als het geen buitenspel is voor Bente Jansen, voor Venna Kalma, dan is dat haar derde treffer van de avond. En dus toch de 4-0 voor FC Twente. Voorbereidend werk van Renate Jansen, dan het schot van Van Mechelen. Onderkant lat, die bal is nog niet over de lijn. Maar natuurlijk is het er als de kippen bij Venna Kalma om die bal binnen te knikken. Meijer met ruimte. Dat is er niet goed ingeschat, maar die bal gaat er toch in. De eretreffer voor St. Pölten. Voor die invalster. Goed verlengd. Daar is Zwer nog met een vrije doortocht. Mattea Zwer. Wordt het ook nog 4-2? Nee, dat wordt voorkomen. En hij gaat er alsnog in. Ongelooflijk. Suzanne Giese krijgt die bal niet van de lijn weg. En van 0-4 wordt het 2-4. Een ongelofelijke frommelgoal waarbij Giese die bal toch weg had kunnen trappen, zou je zeggen. Maar ze is uit balans en ziet de bal dan tergend langzaam binnen rollen. Vrij gedaan door Zagor, die al ligt op de grond en de bal toch nog tussen de palen weet te frommelen. De riante voorsprong van 4-0 is 4-2 geworden. Nog altijd wel 4 uitdoelpunten gemaakt door FC Twente. De uitgangspositie is in een paar minuten tijd een stuk minder rooskleurig geworden voor FC Twente. Ja, FC Twente dus vol vertrouwen. Een uitstekende uitgangspositie met een marge van 2. En dus is iedereen hier ook goed geluimd in de Grolsvesten. Prima omstandigheden voor die wedstrijd zometeen tegen de opponent uit Oostenrijk. Maar ja, de laatste week in de competitie gaat het niet zo best. Er werd verloren van PSV. En ook tegen Ajax ging de ploeg van Tommy Stroot onderuit. Dat ging hier zo op de toekomst. Het was in eerste instantie Desiree van Lunteren die de score opende namens Ajax. FC Twente kwam even later nog wel op gelijke hoogte via Bente Jansen. Maar uiteindelijk moet het toch het onderspit delven tegen de opponenten uit Amsterdam. En zo heeft FC Twente dus averij opgelopen al vroeg in de competitie. FC Twente dus met 2-1 onderuit bij Ajax. Ja, dat waren dus de beelden vanuit Amsterdam. FC Twente vrouwen heeft dus de laatste twee competitiewedstrijden punten laten liggen. En heeft dus een achterstand opgelopen in de competitie. En misschien ook wel een deuk in het vertrouwen. Naast mij de trainer. Ja, het is even naar beneden kijken, Tommy Stroot. Ja, heeft dat nog doorgespeeld in die kopjes bij de dames van jou? Nou, we wisten dat het natuurlijk een heel erg moeilijke periode is. Hè? Waar we hebben het zo benoemd dat we eigenlijk een heel korte periode niet Eredivisie voetbal spelen. Gewoon dat we met PSV, Ajax eigenlijk een niveau tegenkomen wat heel veel van ons vraagt. En het is heel vroeg in het seizoen. Wij weten ook wie we zijn en dat we steeds een jonge selectie hebben. En eigenlijk door het seizoen gewoon beter en beter worden. Dus dat kan gebeuren. En dat moeten we ook accepteren. Belangrijk is hoe zetten we de volgende stap weer weg. En ik ben vol overtuiging dat we vandaag de volgende ronde bereiken. Nou, jullie hebben vorig jaar ook laten zien
zien dat je na een iets mindere start misschien in de competitie toch hele mooie dingen kunt laten zien. Ja, precies. En de overtuiging halen we ook. En we weten gewoon dat we heel jonge meiden hebben die we opleiden. Die beter moeten worden om dan even voor ons ook succes te behalen. En de overtuiging hebben we ook in deze groep. En daar gaan we voor. Iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat jullie de volgende ronde halen vanavond hier. Na die 4-2 overwinning in Oostenrijk. Ja, daar schuilt toch het gevaar in, denk ik, hè? Ja, het was ook uit geen makkelijke wedstrijd. Maar als ik kijk dat het opeens 4-0 voor ons staat, dan klopte dat niet heel erg met eigenlijk de wedstrijd op zich. St. Pölten heeft kwaliteit. Wij weten welke kwaliteiten zij hebben. En ook vandaag, ze kunnen alles of niks spelen. Daarop moeten we ons voorbereiden. En daar hebben we ons voorbereid. En dan gaan we zien wat vandaag eruit komt. Het is wel een leuk sfeertje hier, hè? Champions League, een paar internationale waarnemers. We moeten nog uitkijken waar we lopen. Ik weet niet hoe dat bij de trainer is, maar wij werden al een paar keer weggestuurd. Je merkt het wel, hè? Straks de hymne. Kriebels bij de trainer? Nou, het zijn de leukste wedstrijden. Ook voor de meiden, ook voor ons natuurlijk, Champions League. Dat begint met de wedstrijdvoorbereiding. Het is gewoon iets anders dan gewoon Eredivisie voetbal. En dat willen wij ook hebben. We willen dat podium voor de meiden hebben. We willen dat podium voor iedereen hier hebben. En we genieten daar heel erg van. Ja, gaan we net zoveel doelpunten te zien als in Oostenrijk? Ik ben ook met een 0-0 vandaag tevreden, moet ik zeggen. Wij niet hoor, als kijkers. Natuurlijk, we willen steeds leuk voetbal zien laten. Uiteindelijk gaat het om de resultaten. En als we een ronde verder komen, dan krijgen we nog een mooie wedstrijd hier. We gaan het zien. Trainer, succes. Bedankt. We gaan er dus maar eens goed voor zitten voor de wedstrijd tussen FC Twente vrouwen en St. Pölten. De return na de 4-2 overwinning in Oostenrijk is FC Twente dus in een uitstekende uitgangspositie. Maar goed, je hoorde de trainer al zeggen, het is een gevaarlijke ploeg, St. Pölten. Het commentaar bij de beelden krijgt u nu van Nico Wansia. Goedenavond vanuit de Grolsvesten, die voor een klein deel gevuld is. Naar verwachting zo'n 1000 toeschouwers vanavond bij deze wedstrijd. Die eigenlijk een formaliteit leek te worden na de 4-0 voorsprong van FC Twente in Oostenrijk 2 weken geleden. Maar door de 2 tegendoelpunten in de slotfase van die wedstrijd moet Twente vanavond nog wel even bij de les zijn. Wil het zich plaatsen voor de 2e ronde van de Champions League. En zij hopen natuurlijk ook dat het geen 0-0 gaat worden. Zoals Tommy Stroot zei, daar zou hij wel tevreden mee kunnen zijn. Zij hopen weer net zoveel doelpunten te zien als vorige week. Of 2 weken geleden moet ik zeggen, in Oostenrijk. Toen Twente dus een tikkeltje geflatteerd op een 4-0 voorsprong kwam. Maar in de slotfase ook nog 2 doelpunten moest slikken. We kunnen alvast wel even kijken naar de opstellingen. Want bij Twente is er maar 1 wijziging ten opzichte van de heenwedstrijd. En dat is een logische. Lynn Wilms, zij keert terug naar een schorsing vanavond. Zij is de linksback bij FC Twente. Alicia Darnaut, die daar speelde in de heenwedstrijd, die zit nu op de bank. Voor de volledigheid nog even alle 11 namen. Op doel Daphne van Domselaar. In de verdediging Maud Roetgering, Danique Ipema, Suzanne Giesen en Lynn Wilms. Op het middenveld van Twente Davinia van Mechelen, Cheyenne van den Goorberg en Renate Jansen. En voorin moeten Bente Jansen, Venna Kalma en Ashley Veerden voor de doelpunten gaan zorgen vanavond. Hier dus de entree van de 22 hoofdrolspeelsters met in het midden het arbitrale trio. Terwijl u hier kijkt naar Venna Kalma. De held van de avond in Oostenrijk met 3 treffers. Dat zijn een belangrijk aandeel in die 4-2 overwinning dus in Oostenrijk. En bij St. Pölten ook 1 wijziging ten opzichte van de heenwedstrijd. Dat is een verandering onder de lat. 2 weken geleden stond daar de zeer jonge 17-jarige kiepster Kristen Krammer. Die zag er niet zo heel goed uit bij met name de eerste goal. Zij is vanavond gepasseerd. Nu is ze gekozen voor een speelster met wat meer ervaring onder de lat. Dat is Melissa Abiral.
25 jaar, afkomstig uit Oostenrijk. Het is haar taak dus om in ieder geval de nul te houden. Want de opdracht voor St. Pölten is zo al moeilijk genoeg als Twente niet scoort. Laat staan als Twente zelf ook nog gaat scoren, dan wordt de opdracht helemaal moeilijk voor de dames uit Oostenrijk. En de wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter uit Wit-Rusland, Volia Ciareska. Zij floot één keer eerder een wedstrijd in de Champions League, dan ook van een Nederlandse club, Ajax, uit tegen Brescia. Het liep toen slecht af voor de Amsterdammers, want na de 1-0 zege in de thuiswedstrijd werd er in Italië met 2-0 verloren. Dus lag Ajax er toen uit in 2017. Maar daar speelde deze scheidsrechter Ciareska verder geen rol in. Geen rode kaarten, geen penalties gegeven. En laten we hopen dat het vanavond ook niet nodig is. Een laatste pep talk van Maud Roetgering, de aanvoerster van Twente Vrouwen. En hier wordt ook de technische staf en de bank betrokken bij de scrum. En hier Tommy Stroot. Hij heeft wat slecht geslapen deze week. Dat heeft niet te maken met deze wedstrijd. Hij is vorige week vader geworden. En afgezien van de keepster dezelfde namen dus bij St. Pölten. Te weten Hikkelsberger, Birova, Babitski en Balok in de verdediging. Eder, Meijer en Mikolajova op het middenveld. En voorin Zagor, Zwer en Enzinger. En wat kan zij vanavond doen? Speelster die voor het eerst is opgeroepen voor Oranje, voor de Oranje Leeuwinnen. Want ook de bondscoach is niet ontgaan dat Fenna Kalmar de ballen er heel makkelijk in schiet. We zijn begonnen. Twente nog 90 minuten verwijderd van een plek bij de laatste 16 ploegen in de Champions League. Na de 4-2 in Oostenrijk mag de ploeg uit Enschede vandaag zelfs met 1-0 of 2-0 verliezen. Dan gaat Twente alsnog door. Maar het beste is om tegentreffers gewoon te voorkomen, om comfortabel door te gaan naar de volgende ronde. St. Pölten zal dus 3 keer moeten scoren, minimaal. Wil die ploeg nog de 8e finales halen. En reken er maar op dat St. Pölten er alles aan gelegen is om dat ook te gaan proberen vanavond. Want in de Oostenrijkse competitie is de ploeg oppermachtig. Daar is geen enkele uitdaging meer te vinden voor St. Pölten. Het grote doel is om voor het eerst in de historie de tweede ronde van de Champions League te bereiken. Dat is de afgelopen jaren dus niet gelukt. Mede doordat ze steeds zware ploegen troffen bij de loting. Dat is dit jaar niet echt het geval. Want met alle respect is Twente toch een van de laagst geclasseerde ploegen die een beschermde status hadden bij de loting. Dus als St. Pölten ooit een keer die tweede ronde wil bereiken, dan is dit jaar het moment waarop het moet gebeuren voor de ploeg uit Oostenrijk. Maar dan hebben ze zoals gezegd 3 doelpunten nodig. Balverlies van Weerden. Ingooi Roetgering. Verlengd door Kalmar die er een nieuwe ingooi uitsleept voor Twente. Twente dat het 2 weken geleden ook lastig had in de openingsfase. Die eerste 10 minuten waren eigenlijk voor St. Pölten. Maar bij de eerste de beste uitbraak van Twente werd er meteen gescoord. Dat hielp de ploeg uit Enschede toen in het zadel. Treffer van deze Fenna Kalma.
Derde minuut van de wedstrijd. De vrije schop van Renate Jansen. Niet helemaal lekker weggekopt door Sankt Pulten. De ingooi dus voor diezelfde Jansen. En die bal is over de achterlijn geweest, waardoor het een doeltrap wordt. En dus zien we voor het eerst die Melissa Abiral aan het werk. Kiepster van maar 1,62 meter. Ze schijnt uitstekende reflexen te hebben en kan ook uitstekend meevoetballen. In de tweede helft wordt ze ook geregeld als veldspeler gebruikt. Van Mechelen. Van den Goorberg. Ipema. En Wilms. Weerden. We hebben vanaf rechts. Als ze twee weken geleden vanaf links kwam, maar dat maakt er helemaal niet uit. Want ook bij hier weet ze een vrije doortocht te vinden. Dit is de kans voor Twente om de score te openen. En is die bal over de lijn geweest? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus gaat het feestje van Bente Jansen niet door. Zij leken ervan overtuigd dat de bal de doellijn had gepasseerd, maar dat is de arbitrage niet met Bente Jansen eens. Weerden dan. Ashley Weerden. Sterk begin van FC Twente aan deze wedstrijd. En de ploeg leek ook heel dichtbij een 1-0 voorsprong. Na de uitbraak van Ashley Weerden is het Bente Jansen die helemaal vrij staat. Ja, het is niet te zien op basis van deze beelden. En daar zal de grensrechter ook last van hebben of die bal dan wel of niet in zijn geheel over de doellijn is geweest. Hoe dan ook, het blijft 0-0. Zij kon het dus niet zien omdat de keepster ervoor lag. Wilms. Giesen. Overname van Zwer. Zagor. Dit is een grote kans. En het is geen buitenspel. Dan is het 1-0 voor Sankt Pulten. Want deze treffer telt wel. Doelpunt gemaakt door Bernadette Zagor. Het voorbereidend werk van Zwer die de bal meegeeft. Dan staat daar Meijer helemaal vrij. Die kan de bal bij Bernadette Zagor krijgen. En zij schiet de bal achter van Domselaar. Een vroege achterstand dus voor Twente. Dat is nou net het scenario dat Twente moest zien te voorkomen. Er is toch altijd niet zo gek veel aan de hand natuurlijk voor Twente. Want zoals gezegd, Sankt Pulten moet 3 keer scoren vanavond. Wil het Twente uitschakelen in deze eerste ronde van de Champions League. Maar de opdracht is wel een stukje makkelijker geworden voor de ploeg uit Oostenrijk. Kan Twente meteen met een antwoord komen via Renate Jansen. Ontdoet zich van haar tegenstander. Kalma op de rand van de 16. Krijgt alle ruimte. Venna Kalma. En ze doet het weer. De nieuwe Minima, zo wordt ze genoemd. En ze scoort net zo makkelijk als de spits van Oranje. Haar 4e treffer tegen Sankt Pulten in de Champions League. En een hele belangrijke. Verdedigend ziet het er niet best uit bij Sankt Pulten achterin.
En zij slaat genadeloos toe, Fenna Kalma. Inmiddels de 12e treffer in 9 wedstrijden. De voorbereiding en de Eredivisie. De kwalificatieronde van de Champions League en de Eredivisie meetellen. Ze is waanzinnig sterk begonnen bij FC Twente. De spits die overkwam van Heerenveen. En nu moet Sankt Pulten er nog weer 3 bij maken om de volgende ronde te halen. Van Domselaar, de keepster, hoeft niet in actie te komen bij deze hoekschop in de 9e minuut. En het levert ook geen counterkans op voor Twente. Bal ook. Abiral. Birova. Twente wacht af op de eigen helft. Giesen. Krijgt de vrije schop mee. Naar de overtreding van Zagor. Weer geen buitenspel. Nu een uitstekende ingreep van Daphne van Domselaar. Die als een speer doel uitkwam en de bal voor de voeten wegplukt. Weerden. Van de Goorberg. Wilms. Zet Bente Jansen aan het werk, maar de paas is te hard. Zwer. Moet even wachten op bijsluiting, maar die komt er nu vrij massaal. De bal is niet binnen te houden door Mikolajova. Dus mag Maud Roetgering gaan gooien. De verdedigster uit Enter, die al sinds jaar en dag voor FC Twente speelt. Wilms. Bente Jansen. Zij maakte onlangs al haar debuut in Oranje, de linksback van FC Twente, afkomstig uit Limburg. Speelde mee in de kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Van Domselaar kiest voor een driemans muurtje.
bij deze vrije schop die toch op een behoorlijke afstand staat. Hier hoog overleg over wie de vrije schop mag nemen. Zwer is een gegadigde, ook Eder, de aanvoerster, maakt aanstalt. Het wordt Zwer recht in de handen van Van Domselaar. Geen enkel probleem voor FC Twente. Wilms. Jansen, mooi gedaan. Nog een keer. En prima paas, maar die wordt onderschept door Sankt Pulten. Van Mechelen. Weerden. Maakte vorige week een schitterende treffer. Nu een mislukte combinatie en is er de overname van Sankt Pulten. Zwer lijkt sneller dan Roetgering, is het ook. Zwer met de voorzet en weer geen probleem voor Van Domselaar. Kalma. Weerden. Geen buitenspel nu voor Kalma. Als ik de bal niet lekker meenemen. Abiral pikt op. Zo is het toch een behoorlijk open wedstrijd in de eerste 15 minuten. Misschien wel opener dan Twente zou willen. Tommy Stroot zei niet voor niets voor aanvang van de wedstrijd dat hij met 0-0 wel tevreden zou zijn. Twente laat verdedigend de laatste weekjes wat steken vallen. Niet alleen in de uitwedstrijd tegen Sankt Pulten, maar dus ook in de toppers in de Eredivisie tegen Ajax en PSV. Die beide verloren gingen. Ook in de eerste 15 minuten slaagt Twente er dus nog niet echt in om de verdediging gesloten te houden. Mikolajova. En beste poging van de Slovaakse middenvelder van Sankt Pulten. Renate Jansen. Weerden. Goeie ingreep van Balok. Roetgering naar Weerden. Eder met de poeier naar voren. Ipema terug op Van Domselaar. Weerden. Roetgering komt buitenom. Daar is ze. Voor de goal natuurlijk weer Fena Kalma. Die wordt niet gevonden. Mikolajova. Naar Enzinger. Ipema. Weerden. Van den Goorberg. En weer blijft Balok goed naar de bal kijken. Sfeer. Zagor. Nu wel buitenspel. Voor de Hongaarse aanvalster.
die de openingsgoal maakte in deze wedstrijd. Wilms. Iepema. En Roetgering. Weerde. Bal als laatste geraakt door Babetski. Bal net te hard voor Weerden. En die bal is te hard voor Wilms. De bal getrapt door Van Domselaar. Ingooi dus voor St. Pulten. Ploeg uit Oostenrijk verhindert dat Twente van achteruit kan opbouwen. Oh, proberen ze dat nu toch. Roetgering met balverlies. Sfeer. Nikolajova. Hikkelsberger. Nog altijd de rechtsback die ver mag komen. En ze verdient daar een hoekschop mee. Kiepster zit mis, maar het leidt niet tot de mogelijkheid voor St. Pulten. Even een verkeerde inschatting van Daphne van Domselaar. 19-jarige kiepsterpos van FC Twente. Die zich even verkijkt op deze hoge bal. Maar het loopt goed af. Bal ook. Zwer. Opnieuw bal ook. Birova. Net als vorige week begon St. Pulten voortvarend, maar het offensief ebt wel een beetje weg. Dan maken ze... Krijgen ze hier een vrije schop na de overtreding van Suzanne Giezen. Halverwege de eerste helft, de vrije schop van St. Pulten. Weggekopt door Roetgering.
Meijer. Krijgt de vrije schop mee. Daar leek niet zo gek veel aan de hand. Maar de Wit-Russische arbiter besluit toch het voordeel te geven aan de ploeg uit Oostenrijk. Vrije schop getrapt door Eder. Een wat riskante terugkopbal, maar het loopt goed af. De kopbal was van Suzanne Giezen. Maar Daphne van Domselaar was attent. Van Mechelen. Krijgt de vrije schop mee. Weerden. Schot in de korte hoek. Gepakt door Melissa Abiral. Maar eindelijk weer zo'n doelpoging van Twente. Want na het open eerste kwartier is er eigenlijk niet zo gek veel meer gebeurd voor de beide doelen. Nu weer een wapenfeitje van Ashley Weerden. Bal ook. Ingeleverd bij Ipema. Riskant van Van Domselaar. Het loopt goed af. Eder. Maya. Nikolajova terug naar Babitski. En dit is bal ook. De bal was laatste geraakt door Zwer. Het wordt van beide kanten wat rommelig. Dus kijken of Twente zich nu wat weet te ontworstelen aan die slordigheidjes. Kalma. Nee, dit is Renate Jansen. Van Mechelen met een herkansing. En weer leidt zijn balverlies. Nu veel ruimte voor de tegenstoot van Sankt Pulten. Alleen vier verdedigers achterin bij Twente. De pijn bij Davinia van Mechelen. Nadat het spel even wordt stilgelegd door de arbiter uit Wit-Rusland. En nogmaals de goal van Fena Kalma. In de 8e minuut van deze wedstrijd. Belangrijke treffer dus, want nu heeft Sankt Pulten nog altijd 3 doelpunten nodig. Om de volgende ronde te bereiken. Weerden. Twente nog altijd met 10 man. Zagor. Weerden. Zagor. Ipema. Vrije schop voor Twente na de overtreding op Weerden.
En inmiddels Van Mechelen weer binnen de lijnen. Dus het is weer 11 tegen 11. Weerden. Maya. Zwer. Een duel met Roetgering. Steekpaasje. Te scherp. Goed verdedigd door Suzanne Giesen. Deze gaan naar het tweede seizoen bij FC Twente. Daarvoor speelden ze 4 seizoenen voor PEC Zwolle. En hier Van Mechelen, die nog eventjes aan haar bovenbeen voelt. Naar de blessurebehandeling van zo even. Ingooien bal ook. Lastig binnen te houden, maar te lastig. Want de bal is over de achterlijn geweest. Nu kiest Van Domselaar wel voor de verre trap naar voren. Jansen. En Van Domselaar. En weer geen gelukkige uittrap naar de linkerkant van de keepster van FC Twente. Enzinger. Kalma. Weerden. Renate Jansen. Krijgt de bal niet terug bij Weerden. Zwer. Babitski. Hikkelsberger. Geen overtreding gebaard. Cireska. Ook dit paasje op Kalma is weer te makkelijk. Zo'n Pulter probeert geregeld met steekpaasjes gevaarlijk te worden. Maar meestal zijn de passes niet op maat. Van Domselaar nu. Babitski. Deze dame Cireska is blijkbaar wel klaar met de protesten van Roetgering. En laat dat duidelijk blijken. Vrijschop van Eder belandt voor de voeten van een ploeggenote. Ja, aardige bewegingen van Bernadette Zagor, maar ze loopt de bal wel zelf over de zijlijn. Sankt Pulten. Goeie ingreep van Van Mechelen. Wilms. Ligt de bal wat ongelukkig op haar arm, maar er wordt wel voor gefloten.
Bal goed doorgekopt. Met enige moeite Daphne van Domselaar. Maar ze plukt de bal wel goed weg. Voordat Zwer gevaar kan stichten. Roetgering. Weerden. Ballok claimt dat de bal nog is aangeraakt door Weerden. Ingooi gaat wel degelijk naar Twente. Weerden met een gelukje. Van de Goorberg. En ook Abiral trapt de bal nu over de zijlijn. Kalma. Ze scoort niet alleen heel veel doelpunten. Ze is ook enorm balvast. Sterk aanspeelpunt. Verdient hier een vrije schop voor Twente. Naar de ingreep. Van Eder. Ook het publiek laat zich maar eens horen. In een poging om Twente naar voren te stuwen. Wellicht bij deze vrije schop van Renate Jansen in de 35e minuut van de wedstrijd. De keeper stelt een flinke muur op, maar de bal wordt waarschijnlijk indirect genomen. Een misverstand achterin bij Sankt Pulten. Het levert een hoekschop op voor Twente. Even geen communicatie tussen de keepster en Zwer. Die beiden tegelijk voor de bal gingen. Van den Goorberg. Iepema. Buiten het bereik van Roetgering. En het spel even stil. Nadat Roetgering wat ongelukkig terecht komt. Nee, het is niet Roetgering. Het is Bente Jansen. De wedstrijd begon spectaculair met kansen voor beide doelen. Twee vroege goals. Daarna is het spektakel al een beetje weggezakt. En nu is het de vraag hoe het gaat met Bente Jansen. Hoeveel last heeft ze van haar hoofd? Kan ze verder spelen? Een aanvalster die 3 jaar geleden al heel eventjes mocht proeven aan het Champions League voetbal in de wedstrijd tegen Sparta Praag. Mocht toen echt in de slotminuten even invallen. Nu is ze inmiddels basisspeler bij FC Twente en ze kan gewoon verder spelen. En dat is goed nieuws voor FC Twente. Renate Jansen.
Weer is de paas van achteruit te hard. Twente is natuurlijk ook niet de ploeg die moet komen met die 4-2 overwinning in Oostenrijk op zak. Sankt Pulten zal naarmate de wedstrijd verstrijkt steeds meer risico's moeten gaan nemen. En dan komen er vanzelf meer ruimtes voor Twente. Om in omschakeling pijn te doen. Het is nog wel even zaak om de rust te halen met die 1-1 stand. Geen nieuwe tegentreffers te incasseren. Dan wordt de hoop en het geloof in een goede afloop bij Sankt Pulten alleen maar extra en onnodig gevoed. Roetgering. Bente Jansen. Goeie kopbal. Het scheelt niet veel. Poging van Renate Jansen. Een beetje achter zich en daardoor is het lastig koppen. Toch was het geen onaardige poging van Renate Jansen. Van Mechelen. Kalma. Weerden. En Abiral. Wilms. Met een gelukje komt Weerden eruit. Ashley Weerden terugleggen naar Kalma. En ze kan ook kansen missen. Ze doet het niet vaak, maar nu wel. Een 100% kans zou je zeggen, maar ze lijkt een beetje te twijfelen tussen aannemen of schieten. Een twijfel is een slechte raadgever, zo blijkt. Inmiddels alweer de slotfase van de eerste helft. Sankt Pulten krijgt de derde hoekschop van de wedstrijd. Die wordt weer indraaiend genomen, maar nu de korte variant. Nu ruimte voor een schot. Dat schot komt er, maar gaat ruim voorlangs. Roetgering wordt er makkelijk uitgespeeld en dan is er geen tweede linie van FC Twente om druk te zetten op de bal. Mikolajova weet niet te profiteren. En weer dirigeert Van Domselaar de verdedigers naar voren. Bente Jansen. Renate Jansen. Terug op Bente Jansen. Voor de goal is Ashley Weerden. Voorzet te scherp. Opgepikt door Meijer. Van Mechelen. Ingeleverd. En de ingooi gaat tot veler verbazing naar Sankt Pulten. Birova, een te lange trap. Goed verlengd.
En goed opgelet ook door Daniek Ipema. De aanval van St. Pölten loopt door. Zwermen het schot. Gepakt door Daphne van Domselaar. Het zag er toch weer dreigend uit wat St. Pölten liet zien. Deze aanval in de slotfase van de eerste helft. Bente Jansen speelt de bal te ver voor zich uit. Is hem dan kwijt. Ipema. Nikolajova. Roetgering. En Bente Jansen. Hier nogmaals die mogelijkheid. Fraai verlengd. Dan is het nog het wegwerken van Twente. Bal weer opgepikt door Sver. Die zelf kan uithalen. Maar ze krijgt de bal net niet genoeg naar de hoek geplaatst. Meijer. Hickelsberger. Altijd Hickelsberger op links. Veel ruimte voor Zwer. Zwer. En weer recht op Van Domselaar. Twee minuten extra tijd aan het einde van deze eerste helft. Birova. Niemand die druk zet op haar, dus heeft ze alle tijd voor deze lange trap. En dan had ze wel met een betere bal mogen komen, want hier kan Zwer natuurlijk niks mee. Roetgering. Renate Jansen, Bente Jansen. Dat is een overtreding. Vrije schop dus nog voor Twente. Ipema. Wilms. Roetgering. Bente Jansen. Verdient nog een hoekschop in de dying seconds van de eerste helft. Als die nog genomen mag worden van de Wit-Russische arbiter. En daar lijkt het wel op. Het zal de laatste actie van deze eerste helft zijn. Toch wordt Van der Goorberg nog eventjes teruggeroepen. Voor alle zekerheid, omdat we voorkomen dat er in de counter nog gescoord gaat worden. Maar dit is natuurlijk een mogelijkheid voor Twente zelf. Via Ipema, die krijgt de bal niet helemaal goed op het hoofd. En zo gaan beide teams dus met een 1-1 stand de kleedkamer opzoeken. En ziet het er nog altijd rooskleurig uit voor FC Twente. Alleen als St. Pölten in de tweede helft nog drie keer scoort, dan gaat Twente niet naar de volgende ronde van de Champions League. Twee doelpunten gezien in deze wedstrijd. De vroegere openingstreffer was er van St. Pölten. Het was uiteraard geen buitenspel voor Bernadette Zagor.
Het was een vervelend begin van FC Twente. Een vroege 1-0 achterstand in de thuiswedstrijd tegen St. Pölten. Maar gelukkig voor de ploeg uit Enschede was daar heel snel het antwoord van Venna Kalma. Wie anders? Ze wurmt zich langs twee verdedigers van St. Pölten. En rond het weer beheerst af. En dus is het 1-1 halverwege. En over een klein kwartier zijn we terug met de tweede helft van Twente tegen St. Pölten. Graag tot zo.
Welkom terug in Enschede voor de tweede helft van FC Twente tegen Sankt Pölten. Voor wie zojuist heeft ingeschakeld, 1-1 is de tussenstand zoals u kunt zien. Na 6 minuten werd het al 0-1 door Zagor. Amper 2 minuten later maakte Fena Kalma er 1-1 van. En deze tussenstand is ruim voldoende voor FC Twente om een plek bij de laatste 16 ploegen in Europa op te eisen na de 4-2 overwinning van 2 weken geleden in Oostenrijk. Twente is er nog niet helemaal. Sankt Pölten zal ook denken, in de vorige wedstrijd hebben we 2 keer kunnen scoren in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Nu hebben we nog 45 minuten om 3 doelpunten te maken, dus waarom zou dat niet mogelijk zijn? En aan Twente dus de taak om te waken voor opnieuw een snelle tegengoal nu in de tweede helft. Sankt Pölten heeft trouwens 1 keer gewisseld. De linksback Balok is in de kleedkamer achtergebleven. Daar is Nicole Sauer voor in de ploeg gekomen. En hier wellicht de eerste grote kans voor Twente na rust. Maar de bal te ver voor zich uitgespeeld. Prima redding van Abirel ook. Na de uitbraak van Bente Jansen, die de bal hier niet goed meeneemt en de keeper een kans geeft. En die kans wordt gepakt door de doelvrouw van Sankt Pölten. Publieke belangstelling voor deze wedstrijd is toch nog wat groter geworden dan op voorhand werd gedacht. Zo'n 1650 toeschouwers aanwezig in de Grolsvesten. En wie in de rust heeft gekeken naar deze stream zag onder meer ook Ellen Jansen, oud-spits van FC Twente. Tegenwoordig in dienst van Ajax als aandachtig toeschouwer. Afkomstig uit Markelo. Zij was een van de aandachtige toeschouwers hier bij de wedstrijd van haar oude ploeg. Van Mechelen. Weerden. Voor de goal Bente Jansen en natuurlijk Fena Kalmer. Maar de voorzet is slecht. Toch van Mechelen die oppikt en zichzelf vastloopt en dan vasthoudt. Dus een vrije schop voor Sankt Pölten. Weerden. Een overname van Hickelsberger. De finale van de Champions League is dit seizoen in Oostenrijk, in Wenen om precies te zijn. Maar daar zal Sankt Pölten, daar zit overigens Ellen Jansen in het midden van het beeld. Daar zal Sankt Pölten niet van dromen van een plek in de finale, want dat is niet realistisch. Ze hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen in de Champions League, doen al heel wat jaartjes mee. Strand eigenlijk altijd in de eerste ronde. En ook voor FC Twente is een finale plaats niet reëel. Want als ze deze ronde overleven, en daar ziet het wel naar uit, dan zijn ze bij de volgende ronde niet geplaatst bij de loting. Dat betekent dat ze een van de 8 sterkste ploegen uit Europa gaan treffen. En dan is het normaal gesproken einde verhaal voor Twente. Maar het levert sowieso wel 2 fraaie wedstrijden op. Tegen een aansprekende tegenstander van een hoog niveau. Wedstrijden waar speelsters van Twente beter van kunnen worden. En wie weet zijn ze toch in staat om voor een stuntje te zorgen.
Maar eerst maar eens kijken of die plek in de tweede ronde daadwerkelijk bereikt gaat worden. Sankt Pulten zal dus met 4-1 moeten winnen vanavond. Wil het daar nog een stokje voor steken. Dat betekent dat Sankt Pulten zal aanvallen in de tweede helft. Het heeft 3 doelpunten nodig. Steekpaas opgepikt door Daphne van Domselaar. Meteen Weerden aan het werk zet. Wilms. Weerden ingooi Sankt Pulten. En de ingooi van Hikkelsberger. Komt terecht bij Zagor. Meijer. Bal meteen weer terug in de voorste linie van de ploeg uit Oostenrijk. Meijer. Mikolajova. Mikolajova met het schot. En die gaat erin. Weer een vroege treffer van Sankt Pulten. Waar ze er in de eerste helft nog 6 minuten over deden, is het nu na 5 minuten raak. Maria Mikolajova ontwijkt Ipema, schiet die bal dan fraai binnen. Van Domselaar had geen antwoord op het schot van Mikolajova. Sankt Pulten heeft nu nog 2 doelpunten nodig en daar heeft het dus nog een minuut of 40 voor. De volgende wissel is alweer aanstaande. Na de 0-1 kwam er meteen een antwoord van FC Twente in de vorm van een doelpunt van Venna Kalma. Kan dat nu ook in de tweede helft of wordt het toch nog spannend hier in de Grolsvesten? Bal achter de verdediging van Twente gelegd. Voor de goal is alleen Enzinger. Die krijgt de bal ook. En wat een kopkans. Wat scheelt het? Stefanie Enzinger had er bijna de 1-3 op haar hoofd. En die uitbraak over links. Eventjes aannemen. Even die bal klaarleggen. Voorgeven. En ze schampt de bal nog met het hoofd. Dat had de 1-3 kunnen zijn. Twente moet even bij de les zijn aan het begin van deze tweede helft. Weer loopt Veerden de bal over de zijlijn. Stevig blok van Suzanne Giezen leidt tot een doeltrap voor Twente. Daar is de volgende wissel aanstaande. Broentaler, jong talent, 18 jaar oud. We zijn maar het zo meteen gaan laten zien. Deze toch belangrijke wedstrijd voor Sankt Pulten. Veel risico bij Twente achterin. Meteen weer de overname dus van Sankt Pulten. Weer die speelster die zojuist scoorde, Mikolajova. Handig gedaan door Renate Jansen die een schop krijgt. Als er dan geen voordeel is, kan er alsnog worden gefloten, maar dat wordt niet gedaan. En dus is hier Sankt Pulten weer. Giezen levert de bal ook in. Schot uit de tweede lijn gepakt door Daphne van Domselaar. Poging van Isabelle Meijer. Wat gebeurt er met Maud Roetgering? Terwijl u nog een keer kijkt naar het schot van Meijer. Last van haar kuit. Belangrijke pion in de defensie van FC Twente, de aanvoerster. Maud Roetgering en ze kan niet verder spelen, zo is het gebaar. Dat is een aderlating aan het begin van de tweede helft. Terwijl u kijkt naar de invalster Broentaler. In de ploeg gekomen voor Isabelle Meijer.
Roetgering kan niet verder spelen, heeft te veel last van haar kuit. Aanvoerdersband gaat naar Van Domselaar. En zonder kapitein moet Twente nog 35 minuten stand houden. Tegen de storm van St. Pölten die er ongetwijfeld gaat komen. Die ruiken natuurlijk bloed nu. Goeie redding van Daphne van Domselaar. Na de uitbraak van Enzinger krijgt een klein beetje ruimte voor het schot. Goed gepareerd door Van Domselaar. Het is toch weer één richtingsverkeer in de tweede helft. Tagor. Opzij krijgt weer ruimte voor een voorzet. En weer is daar Daphne van Domselaar. En dat wordt de vervangster van Roetgering. Licia Darnoud had twee weken geleden al een basisplaats. Omdat toen Lynn Wilms geschorst was. Het was toen de linksback. Nu meldt ze zich als rechtervleugelverdediger. Als vervangster dus van de geblesseerd geraakte Maud Roetgering. Weer St. Pölten. Sfeer. Enzinger. En meteen de ingreep van Licia Darnoud. En weer laten de 1650 toeschouwers in de Grolsvesten zich horen. In een fase dat Twente alle steun kan gebruiken. Wat nog een tegentreffer. En het wordt helemaal penibel voor de thuisploeg. Overtreding van Van Mechelen. Die haar excuses even komt aanbieden bij Hikkelsberger. Krijgt er bovendien een prent voor. Het is een kaart zonder gevolgen, want bij twee gele kaarten in de Champions League wordt je een wedstrijd geschorst. Maar Van den Goorberg is de enige speelster van Twente die een kaart heeft gepakt in de uitwedstrijd. En zij is dus de enige die moet vrezen voor een schorsing bij een gele kaart. Vrij schop Mikolajova. Weerden. Er komt natuurlijk ook een zee van ruimte in deze tweede helft voor FC Twente. Dus als er een keer scherp uit kunnen komen met een counter, dan kan het ook zomaar 2-2 zijn. En er wordt dan alle hoop en ambitie van St. Pölten meteen een einde gemaakt. Maar voorlopig moet die scherpe counter nog komen naar rust. Iepema. Darnoud. Kalma. Het ziet er geolied uit wat Twente vrouwen laat zien. En dan de overtreding. En dat wordt niet gegeven door de scheidsrechter. Wel pijn bij de speelster van Twente die achterblijft. Van den Goorberg.
Weerden. Stevig duel met Hikkelsberger, maar ze is er langs. Weerden. Renate Jansen nu. Krijgt de bal niet lekker mee. Van Mechelen met een wat zwakke poging. De bal mist de snelheid en bovendien ook de juiste richting. Twente heeft zich weer even gemeld in de 16 meter van St. Pölten. Dat is een tijdje geleden. En ze heeft een goed schot van Mechelen dat ze vorige twee weken geleden zien met die bal op de lat. Waarna Kalma en de rebound scoorde. Nu heeft ze het vizier niet helemaal op scherp. Ipema. Twente krijgt weer wat meer grip op de wedstrijd, zo na een uur spelen. Van Mechelen helemaal vrijgelaten. De Vinia van Mechelen. Ah. Krijgt dan alsnog de vrije schop mee. Na een overtreding van Hikkelsberger. Die inderdaad de bal niet speelt. En Van Mechelen wel. Kan zij dit ook. Fenna Kalma, 19 jaar, maakt doelpunten aan de lopende band. Is ze nu ook de vrije trappen specialist of laat ze dat toch over aan Renate Jansen? Het wordt Kalma. Poging gaat over. Zo heeft ze haar doelpuntje wel gemaakt vanavond. Belangrijke treffer, die 1-1 aan het begin van de eerste helft. Maar haar kennende zal ze ook nog wel even wakker liggen van die grote kans die ze miste later in die eerste helft. Wilms. Weerder afgetroefd. Zwer. Komt er handig uit. De Sloveense Messi. Zo wordt ze genoemd. Al heeft ze dat met name in de thuiswedstrijd niet echt laten zien waarom ze die bijnaam verdient. Laten we dat vooral zo houden. Van der Goorberg. Neemt iets te veel hooi op haar vork. Opnieuw Mattea Zwer. Verdedigd door Susanne Giezen. Darnout. Slordig gekaatst, maar toch opgepikt door Kalma. Loopactie van Weerden wordt gezien, maar de paas is dan net niet op maat. Bovendien buitenspel van Weerden. Countermogelijkheid van Twente om zeep geholpen. Nou, het lijkt me geen buitenspel eerlijk gezegd, maar hoe dan ook, de paas was niet op maat. Goed doorgekopt. Weinig mensen voor het doel. Wel een ingooi voor St. Pölten. Via Licia Darnout. Nou ja,
oog nog vrij relaxed. Tommy Stroot, de trainer van FC Twente Vrouwen. Ingooi weggekopt door Renate Jansen. Bal is over de achterlijn geweest. Doeltrap dus voor Daphne van Domselaar. Na deze actie van Nicole Sauer. Een van de invalsters bij St. Pulten. Ipema. Darnout. Bente Jansen. Darnout. Mooi meegegeven op Renate Jansen. En die zoekt naar Fenna Kalma. Abiral brengt de bal op de helft van Twente. Van de Goorberg. Giezen. En alsnog de vrije schop voor Twente. Hier de coach van St. Pulten. Indraaiende hoekschop Twente, hoog bij de tweede paal. Is dat hens of niet? Nee, vindt de scheidsrechter. Geen hensbal van Nicole Sauer. Ook geen VAR aanwezig bij de Champions League voor vrouwen. Dus er gaat hoe dan ook geen penalty komen. Nou, ze had haar arm ook behoorlijk langs het lichaam. Al was er een VAR geweest, dan had de bal nog niet op de stip gelegd geworden. En ook hier wordt geen overtreding gezien door de Wit-Russische arbiter. Van den Goorberg. Renate Jansen. Kalma biedt zich aan voor de combinatie. Het wordt een ingooi. Voor Twente. Dat is een goed teken. De irritatie en de frustraties bij de aanvoerster van St. Pulten. Het geeft wel aan dat het niet loopt bij de ploeg uit Oostenrijk. Een sterk begin in de tweede helft. Is St. Pulten toch weer behoorlijk weggezakt. Zo lijkt Twente voorlopig niet in de problemen te komen. Wierden. Giezen. Van Domselaar. En Darnout. Geen hele gelukkige aanname. En dus is er ook de overname van St. Pulten. Dat mag ingooien.
Zagor. Hickelsberger. Wilms. Ipema zit mis. Vrije schop voor Twente. Goed doorgekopt op Ashley Weerde. Maar die moet het voorlopig alleen doen. En loopt zich vast bij Babicki. Weerde. Na enige aarzelen wordt de ingooi toegekend aan Sankt Pulten. Al dus kennelijk als laatste geraakt door Renate Jansen. Hickelsberger. Kalma. Zwer. Zagor. Goed gedaan door Giezen. Waardoor het een doeltrap wordt voor FC Twente. Ondertussen wordt er gewisseld. Mattea Zwer. Die gaat naar de kant. De aanvalster. Van St. Pulten. Jana Scharnbuck komt daarvoor in de ploeg. Die moet Twente in de gaten houden, want die viel ook in de heenwedstrijd. Scoorde toen heel snel een fraaie treffer. Dus die kan wel wat. 19 jaar pas. Enzinger. Goed verdedigd door Darnout. Renate Jansen. Paasje op Weerden onderschept. Mikolajova. Naar de geblesseerd geraakte Maud Roetgering. Hij ziet dat haar vervangster het voorlopig prima doet. Licia Darnout. Dat was bijna Scharnbuck meteen. Patent gekiept door Van Domselaar. We gaan bijna het laatste kwartier van de wedstrijd in. Zaak om nu nog even te overleven voor FC Twente. Want als het nu een tegentreffer moet incasseren, dan kan het nog een penibele slotfase worden. Het is wel dreigend. Maar het loopt goed af.
Mikolajova. Overtreding gezien van Renate Jansen. Sauer. Pompt die bal meteen weer in de 16 meter, maar alle ploeggenoten waren daar inmiddels vertrokken. Darnoud. Of het wat zacht aangegooid door Van Domselaar, dus meteen weer het balbezit voor St. Pulten. Darnoud. Ingooi Twente. Twente nu massaal terug om die voorsprong over twee wedstrijden vast te houden en over de streep te trekken in de slotfase van deze wedstrijd. Over twee wedstrijden staat het nog altijd met 5-4 voor. En als het 5-5 wordt, heeft Twente de meeste uitgoals. Dus St. Pulten moet nog twee keer scoren. Om Twente uit de achtste finales van de Champions League te houden. Even schrikken voor de toeschouwers. En daarna opgelucht ademhalen. Aanvallende fout van Sharon Buck. Hier nogmaals dat hachelijke moment van zo even. Waarom zoveel risico's nemen? Maar het loopt dus goed af. Ondertussen gaat Twente wisselen. Van den Goorberg gaat eruit. De jonge Ella Peddemors komt daarvoor in de ploeg. ...17 jaar, deze middenvelder van FC Twente. We zijn maar het slotkwartier van deze wedstrijd meedoen. Weerden. Renate Jansen. Peddemors. Darnoud. Peddemors terug op Darnoud. Zagor glipt er langs. Zagor met de poging en de ultieme redding van Daphne van Domselaar.
keepster van FC Twente voorkomt hier dat het nog spannend wordt in de slotfase. Na deze veel te zachte terugspeelbal van Giezen. Dan een fraaie poging. En knap gered door Daphne van Domselaar. We gaan beginnen aan de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. En in de heenwedstrijd was dat de fase waarin St. Pölten 2 keer wist te scoren. De hoekschop wordt weggewerkt. Twente wel massaal terug. Dus kan St. Pölten de druk weer opvoeren bij FC Twente. Zo'n 3 speelsters van Twente komen ze daar handig uit. Deze Enzinger. Paasje dan op Zagor. Die is niet goed. Doeltrap voor Van Domselaar. En daar de laatste wissel aan de zijde van FC Twente. Waar Sabrine Eluzzi in de ploeg gaat komen. Maar eerst nog even wat laatste instructies krijgt. Ondertussen Bente Jansen voor de goal Weerden. Ook Renate Jansen komt en ook Fenna Kalma sluit nu aan. Dit is wat slordig gespeeld. Nu veel ruimte voor de tegenstoot van St. Pölten. Goed opgesteld Darnout. Bal wel kwijt. Hetzelfde geldt voor Scharnbuck. Die daarna nog even een schop uitdeelt en daarvoor terecht de gele kaart krijgt. Giezen. Schijntrap. Op links heel veel ruimte voor Lin Wilms. En die wordt ook aangespeeld, maar niet goed. Slordig. Om de volgende ronde te bereiken is een 1-2 nederlaag ook voldoende, maar... Twente zou ook nog aan de coëfficiënten kunnen werken van Nederland. Daarvoor moet het eigenlijk een gelijkspelletje behalen of het liefst zelfs winnen. Dan zou het zelfs kunnen dat Nederland in de toekomst met twee teams mee mag doen aan de Champions League. Eentje rechtstreeks, eentje via de voorronde. Voor die coëfficiënten zou het wel... Welkom zijn als Twente hier ook een goed resultaat haalt. Maar het hoofddoel is uiteraard gewoon de volgende ronde bereiken. En als St. Pölten niet nog 2 keer scoort in de slotfase van deze wedstrijd, dan gaat het ook gebeuren. Maar de ploeg uit Oostenrijk krijgt toch wel een corner. Weggekopt bij de eerste paal door Bente Jansen. Wel een nieuwe hoekschop voor St. Pölten. Natuurlijk steeds meer haast krijgt. Nog 6 minuten voor 2 doelpunten. Oeh! Dat was nog een aardige kans voor Hickelsberger, maar die maait over de bal heen. Wel de achterlijn gehaald. Geen goede voorzet van Scharnbuck.
Nou, het was sowieso een lastige bal geweest met nog een paar speelsters tussen haar en het doel. Niet te veel overtredingen maken nu zo in en rond de 16 meter. Want dan kan Sankt Pulte elke keer massaal in het 16 meter gebied gaan staan. En als zo'n bal dan een keer verkeerd valt, dan is het zomaar 1-3. Nog het Twente ook massaal terug natuurlijk. Om te verdedigen bij deze vrije schop in de 86e minuut van de wedstrijd. Keeper komt. Misverstand. Kopkans gaat er niet in. Bovendien nog gefloten voor een overtreding van Enzinger. Die in botsing kwam met Lynn Wilms. Dus worden de medische hulptroepen ingeroepen om beide speelsters te behandelen. Ondertussen stond Sabrine Elluzzi al klaar om in de ploeg te komen. Het was de bedoeling dat Svenna Kalma naar de kant zou gaan. Maar het zou nu wel kunnen dat Wilms naar de kant wordt gehaald als er blessure te ernstig is. Nogmaals dat moment van zo even. De speelster van Sankt Pulte lijkt nog de meeste klachten te hebben overgehouden aan die botsing. En die ploeg heeft al 3 keer gewisseld. Met Lynn Wilms gaat het wel weer. En ook Enzinger is inmiddels opgelapt. Elluzzi heeft inmiddels het hesje weer aangedaan om even af te wachten. Wat er gaat gebeuren, maar het hesje kan toch weer uit zo te zien. Abiral. Hier Peddemors, een van de invalsters bij FC Twente. Sankt Pulte. En weg is weg, zegt Van Mechelen. Weerden had een mooie actie in gedachten, maar is de bal kwijt. Kan Twente nog voor de gelijkmaker gaan in de slotfase van deze wedstrijd? Het zou voor het publiek wel aardig zijn als ze nog een keer kunnen juichen om een Twentse treffer. Ze kunnen nu in ieder geval applaudisseren voor Svenna Kalma. Geen hattrick zoals 2 weken geleden. Wel weer belangrijk met die goal na 8 minuten. En Elluzzi dus haar vervanger. En de hoop bij Sankt Pulte zal zo langzaamaan toch ook wel vervlogen zijn. Als je nog 2 treffers nodig hebt. En nog maar 1 minuut aan officiële speeltijd. Er zal nog wel 1 minuut of 4, 5 bijkomen aan blessuretijd, maar toch.
5 minuten blessuretijd nog. Dus Sankt Pölten heeft nog heel eventjes, maar dan zal het wel heel snel de 1-3 moeten maken. En wil het nog voor spanning zorgen in de slotfase van deze wedstrijd. Scharnbuk. Dat leek een overtreding, dat is een overtreding. Handig gedaan door Eluzzi. Overtreding was van deze Eder. Twente mag gooien. En zo begint het er steeds meer op te lijken dat Twente voor de 3e keer doordringt tot de beste 16 ploegen van Europa. Bente Jansen, tegenstander gaat naar de grond. Bente Jansen voor de goal is Weerde, maar dan is de paas niet op maat. Toch nog Ashley Weerde. De poging van Van Mechelen is geen probleem voor Abiral. In 2015 was er de stunt tegen Bayern München. 2 keer een gelijkspel, maar meer uitgoals, waardoor Twente doorging naar de 8e finales. Daarin was Barcelona te sterk. 2016 werd er 2 keer gewonnen van Sparta Praag in de eerste ronde. Daarna was ook Barcelona te sterk. En nu dus Twente voor de 3e keer bij de beste 16 ploegen in Europa. En het weet dan in ieder geval dat het weer een zware tegenstander kan verwachten. Renate Jansen nog. Een overtreding van Weerde, maar het is voordeel is er voor Sankt Pölten. Ja, nou niet meer, dus wordt er alsnog gefloten voor die overtreding. De beste 8 ploegen van Europa hebben maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon een beschermde status. Die kunnen elkaar niet loten. Twente zal dus 1 van die 8 ploegen tegenkomen. En naar alle waarschijnlijkheid wordt het of Lyon de titelhouder in de Champions League, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcelona opnieuw zou kunnen. Bayern München zou ook nog weer kunnen. Slavia Praag, Manchester City of Brøndby. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid de 8 ploegen die Twente kan tegenkomen. En zoals gezegd maandag dus de loting voor de volgende ronde in het Zwitserse Nyon. En die wedstrijden gaan gespeeld worden op 16 of 17 oktober. En 2 weken later zijn de returnwedstrijden. Het zijn dus data om vast vrij te houden in de agenda. Want het konden wel eens hele interessante ontmoetingen worden met de Europese top voor Twente vrouwen. Hier Lise Brancao, de Braziliaanse coach van Sankt Pölten. Maar het echte samba-voetbal hebben we niet gezien vanavond. Gelukkig maar. En ook voor het vertrouwen van de Twente vrouwen zou het wel aardig zijn als ze hier nog een gelijkmaker weten te scoren. Na de nederlaag tegen Ajax en PSV bereikt Twente nu wel de volgende ronde van de Champions League, maar toch weer een nederlaag. De 3e op rij dus. Maar de ploeg van Stroot heeft nog een halve minuut om dat te voorkomen. Een matige vrije schop van Wilms. Peddemors. Darnout.
Bal buiten het bereik van Bente Jansen over de zijlijn. Nog een ingooi voor Sankt Pulten, maar dan zitten de 5 minuten blessuretijd erop. En is het afgelopen. Ondanks een 2-1 nederlaag gaat Twente voor de 3e keer in de historie naar de 8e finales van de Champions League. Omdat het de uitwedstrijd tegen Sankt Pulten met 4-2 wist te winnen. Het had nog spannend kunnen worden vanavond. Het werd nog een beetje spannend na die vroege goal van Zagor na 6 minuten. Daarna meteen het antwoord van Fena Kalma. Wat de 1-1 opleverde, ook aan het begin van de tweede helft. Hier nogmaals de doelpunten van deze avond. De openingstreffer van Zagor. Toen hield Twente het hart vast. Maar uiteraard Fena Kalma meteen met de 1-1. Dat zorgde weer voor lucht. Ook aan het begin van de tweede helft een tegengoal van Sankt Pulten. Gescoord door Mikolajova. Maar daar bleef het ook bij. Daarna nog een paar hachelijke momenten. Ook een prima redding van Daphne van Domselaar. En dat zorgt ervoor dat Twente doorgaat naar de laatste 16 in Europa. Maandag dus de loting. En de wedstrijden die worden gespeeld op 16 of 17 oktober. En 2 weken later zijn de returns. Later vanavond op internet de reacties op deze wedstrijd. Ik bedank u voor het kijken. Nog een fijne avond. En vanuit de Goalsvesten groet ik u.